Heren, welkom. Ben Weitz, huidig minister van Onderwijs voor N-VA, Vlaams lijsttrekker in Vlaams-Brabant. En Conor Rousseau, Vlaams lijstduwer in Oost-Vlaanderen voor Vooruit. U gaat zo meteen in debat over onderwijs, maar ik heb nog even een vraag voor u, meneer Rousseau. Melissa de Prateren zat in de studio van Ter Zaak om uw terugkeer aan te kondigen. En zij zei toen, ik ga alle voorzittersdebatten doen. Ik weet, dit is geen voorzittersdebat, maar u bent niet weg te slaan van TV, hè? Hoe komt het? Omdat u mij uitnodigt. Voilà. En u gaat op alle uitnodigingen in? Ik ga heel graag een debat over onderwijs. Superbelangrijk voor onze toekomst, voor de jeugd ook. Dus voilà, hier heb ik de kans om onze standpunten bekend te maken. Ja. En dank u wel voor de uitnodiging ook. Hebt u zich speciaal moeten klaarstomen voor dit debat? Het is al een poosje geleden dat u in het midden van het debat stond. Ik heb de laatste dingen wel wat opgezocht en zo, maar ik heb normaal gezien, ik heb heel veel scholen bezocht ook in de laatste 4 jaar. Ik heb hier met heel veel leerkrachten en directies gesproken, met veel leerlingen ook. Dus ik denk dat ik wel heel hard weet wat er op het veld leeft. We gaan het zien. Meneer Weitz, u was nog niet zo zichtbaar in de tv-campagne, zal ik dat zo zeggen? Mag ik dat zeggen? Wel, ik hoop dat er deze week nog verandering in komt. Ik zit nog op het journaal Laat en ook in het programma van Tom Baas. Ja, eerste keus. Daar komt u op. En ondertussen doen wij natuurlijk de campagne Te Velde, waarbij je heel veel vragen krijgt over onderwijs, over dierenwelzijn trouwens ook, ja. En over sport. En hier gaan we het dus hebben over onderwijs. En daarover valt veel te bespreken. Eerst de feiten op een rij door Willem van Mullum, Josse Willems en Bjorn van Laren. Dit is Pieter, directeur van het Agnete College in Peer. En dit is Nicole, zij geeft hier wiskunde. En ik ga op pad met Jitte, 15 jaar richting maatschappij en welzijnswetenschappen. Over deze mensen gaat ons onderwijs. 3 perspectieven met veel verschillende noden en uitdagingen. Maar eerst iets over u. We hebben allemaal iets met onderwijs. Elke schooldag gaan 1,2 miljoen kinderen en jongeren naar ons Vlaams basis- en secundair onderwijs. En het onderwijs vraagt ook iets van u. Veel belastinggeld. In 2023 gaf de Vlaamse overheid 15,7 miljard euro uit aan onderwijs. 29% van alle Vlaamse overheidsuitgaven gaat naar de schoolbanken. Oké, maar wat staat er nu op het spel? Het lerarentekort. De olifant in de leraarskamer. In april dit jaar stonden bij VDAB ruim 3000 vacatures open voor het basis- en secundair onderwijs. Het ging vooral om deeltijdse opdrachten. Directeurs als Pieter dus met de handen in het haar. Maar wat blijkt, er stonden nog nooit zoveel leerkrachten voor de klas in Vlaanderen. Op 10 jaar tijd ging hun aantal met 14% omhoog. In het schooljaar 2022-2023 stonden er bijna 166.000 leerkrachten voor de klas in het Nederlandstalig onderwijs. Dan krijg je min B, dus het tegengestelde van min 2. En toch stijgt de druk, ook voor wiskundeleerkracht Nicole. Er zijn altijd maar meer en meer zorgnoden. Dat kost tijd en mensen. Meer en meer leerkrachten vallen over meer en meer administratie. En het beroep zit met een reputatieprobleem. Deze Vlaamse regering probeerde daar iets aan te doen. Er werd ingezet op zij-instromers. Mensen die vanuit een andere sector de stap naar het onderwijs zetten. In het schooljaar 2022-2023 waren ze met 4.697. Leerkrachten kunnen sneller vast benoemd worden. Bedrijven kunnen leerkrachten uitlenen aan scholen en er werd ingezet op beter loon. Veel centen en veel maatregelen, maar toch is er een probleem met de kwaliteit van ons onderwijs. Dat blijkt uit de internationale PISA-onderzoek. De leerprestaties bij 15-jarigen voor zowel wiskunde, wetenschappen als Nederlands gingen nog nooit zo snel achteruit. Jitte, ben jij goed in wiskunde? Heerlijk goed. Ja. Voor wiskunde zitten we nog bij de Europese top, maar onze voorsprong slinkt ziender ogen. Voor lezen en wetenschappen zitten we bij de Europese middenmoot. Het grote vraagstuk is, hoe komt dat nu? En nu voelt iedereen zich misschien wel aangesproken. Is de ouder genoeg bezig met het kind? Is de jongere zelf voldoende gemotiveerd? Ga je voor een 6 of ga je voor een 9? En is de lerarenopleiding klaar voor 2024? En dan speelt ook mee het leerlingenpubliek. Dat wordt diverser, want Nederlands als thuistaal neemt af. Ons onderwijs is een tanker, maar de koers zal wel onze toekomst bepalen. En de leerlingen van vandaag zijn zij die het morgen zullen gaan doen. En daarom kijken Pieter, Nicole en Jitte naar u, politici. Zo van, los het op.
Ja, en de politici zijn Ben Weitz en Conor Rousseau. Heer, u hebt allebei elk 10 minuten spreektijd. Die beheert u zelf. U kunt er een oogje op houden in de hoeken daar. Als u door elkaar praat, dan gaat de tijd er bij allebei af en verstaat ook niemand wat u zegt. Dus geen goed idee. Helder? Helder. Dan is het tijd om eraan te beginnen. Meneer Rousseau, als we zien wat er allemaal op de volgende minister van Onderwijs afkomt, wie het ook wezen, dan is dat een hele boterham. Heeft deze minister van Onderwijs ook iets goed gedaan? Maar absoluut, het zou nu wel heel flauw zijn om te zeggen dat iemand niets goed gedaan heeft. Kijk, de verhalen die we zien, die kloppen, hè. Ik merk dat heel veel leerlingen steeds meer uren in de studie zitten. En ik merk ook dat er leerkrachten zijn bijgekomen, maar de nood is ook nog nooit zo groot geweest. De administratieve last, de papieromslomp op leerkrachten is ook gigantisch hoog. En er is een groot probleem met Nederlands op onze scholen. Het niveau van Nederlands neemt af. En natuurlijk zijn er goede maatregelen genomen. Zoals? Ik denk, de zijnstromers zijn genoemd, maar het grote probleem voor ons is dat er nooit een echt plan is. Het beleid hangt vooral samen, vind ik, aan losse flodders en veel losse eindjes. En daar worden heel veel leerkrachten moedeloos van. Mm-hmm. Met alle leerkrachten die we praten, elke luisteravond hoor ik ook dat leerkrachten zeggen: hoe lang houden wij dit nog vol? En ze voelen zich niet echt gehoord door u en ze hopen ook gewoon dat u open staat voor die kritiek en dat u niet alle kritiek van tafel veegt. Oké, meneer Weitz, u mag reageren of u mag zeggen wat u zelf anders zou willen. Ik sta open voor kritiek, ik heb er ook veel gehad. Het is moeilijk om zaken in beweging te brengen in ons onderwijs. Maar eindelijk zijn we die tanker aan het keren. Want één, de neuzen staan in dezelfde richting. Eindelijk herkent men het probleem. Want de daling van de onderwijskwaliteit is iets al van 10, 20 jaar. Maar vroeger werd dat ontkend, werd dat straal genegeerd. Nu eindelijk wordt het erkend. En twee, wat de oplossingen betreft, staan ook eindelijk de neuzen in dezelfde richting. En je mag de experten bevragen of dat nu gaat over Wouter Duik, Tim Surma of een Dirk van Damme, oud-socialistisch kabinetchef van socialistische onderwijsministers, die het eens zijn over de koers die we varen, namelijk focus op opnieuw kennis verwerven. Mm-hmm. Dus weg van die pretpedagogie. Ja, en ook focus op de essentie. En dat vind ik echt belangrijk. Ja. Focus op Nederlands en op wiskunde. En daar wil ik ook op doorgaan. Ik wil er eigenlijk voor zorgen dat kinderen niet kunnen starten in het eerste leerjaar als ze niet genoeg Nederlands kennen. Vandaag kan de klassenraad van het kleuteronderwijs dat nog altijd niet tegenhouden. Wel, ik wil dat je dat kunt tegenhouden. Dat je kan zeggen, kinderen die starten met een achterstand op vlak van een kennis van het Nederlands, ja, die hebben geen gelijke kansen, die hebben geen onderwijskansen. Twee, ook diegenen die later zijinstromen in het secundair onderwijs, in het lager onderwijs, taaltest afnemen, slagen ze niet, dan gaan we hen bijspijkeren op vlak van taal. Verplicht dus. Daar kom ik zo op terug, maar ik hoor ook zeggen, eigenlijk de daling van de kwaliteit, die nu blijkt uit recent PISA-onderzoek, nooit zo sterk gedaald als de afgelopen 4 jaar, maar die is wel al ingezet, ook onder vorige ministers, bijvoorbeeld socialistische ministers van Onderwijs. Te lang de foute keuze gemaakt? Maar u gaat mij toch niet aanwrijven dat er keuzes zijn gemaakt in het onderwijs toen ik zelf nog in de lagere school zat. Mensen van uw partij en ook de kabinetchef van de toenmalige socialistische minister zei... Heel lang geleden, deze constellatie is 10 jaar bezig. En uiteraard zijn er goede zaken gebeurt. Jullie zijn 10 jaar is deze regering bezig. Wat wij jammer vinden, is dat u na 4 jaar, dat u weet dat er een lerarentekort is, na 4 jaar heeft u experten nodig om plots beleid te kunnen voeren. En u moet het aan mij niet vragen, u mag het aan de leerkrachten vragen. Er zijn gewoon heel veel losse flodders, heel veel losse eindjes en de aankondigingspolitiek zorgt ervoor dat heel veel leerkrachten moedeloos worden. Maar ik ben het eens dat er meer moet ingezet worden op Nederlands. Er moet meer ingezet worden op Nederlands. En daar zijn 3 belangrijke dingen voor. 1, je moet inzetten op meer plaatsen in de kinderopvang. Want in de kinderopvang leert men meer Nederlands dan waar dan ook. Wat merken we onder deze regering? Minder plaatsen in de kinderopvang. Maar ja, dan moet je eerst beginnen als kleuterleerkracht. Die kleuterklassen zitten overvol, soms tot meer dan 30 kleuters. Dat is alleen maar verergerd ook onder uw beleid. En ja, hoe begin je als kleuterleerkracht les te geven als de helft van de klas u niet verstaat in het Nederlands? Met andere woorden, dus verplicht Nederlands in de crèche? Of hoe ziet u dat precies? Of verplicht naar de crèche? Absoluut moet er Nederlands, maar er moet eerst meer plaats zijn. Deze regering heeft zorgd voor minder plaatsen in de kinderopvang. Dus u kan wel, het is wel waar, dat zijn de feiten. En dus het is jammer dat men dan zegt direct, leerlingen mogen niet overgaan, dat kan allemaal wel zijn. Bij het begin, hoe vroeger een kind met Nederlands in contact komt, hoe jong begonnen is half gewonnen. En dat is gewoon superbelangrijk. Eens dat dat een goede regel is? Die taaltest is volgens mij een goede regel. Maar alleen met de taaltest gaan we het niet doen. Je moet ook middelen voorzien om leerkrachten te ondersteunen, om die leerlingen te ondersteunen. Ook middelen gaan voorzien in het basisonderwijs, hetgeen toch een beetje verwaarloosd is geweest de laatste jaren. Omdat er meer geld gaat naar
ondersteuning van leerkrachten, meer geld naar zorguren en meer geld naar Nederlands op de scholen. Wel, ik ben het eens dat we nog meer moeten investeren in basisonderwijs. Deze regering heeft net bij uitstek meer geïnvesteerd in het kleuteronderwijs en in het basisonderwijs, maar toegegeven, alles kan beter. Maar ik ben het ook eens met de focus op Nederlands. En ik dacht dat we daar nog een jaar geleden overeenstemming over hadden, dat het niet alleen gaat over de scholen. Want de scholen doen hun stinkende best om ervoor te zorgen dat kinderen worden bijgespijkerd op vlak van Nederlands van 8:30 tot 3:30. Maar je stelt vast dat voor heel veel kinderen na 3:30 de poort naar Nederlands wordt gesloten met het sluiten van de schoolpoort. En dat heel veel ouders hun ouderlijke verantwoordelijkheid ontlopen, dat kinderen worden gedeconnecteerd van het Nederlands, terwijl wij enkel vragen, alsjeblieft, zorg ervoor dat je kind ook na 3:30 in contact komt met Nederlandstalige media. Maar kun je dat verplichten? Met bibliotheken. Wel, ik vind, als je als school vaststelt dat ouders hun verantwoordelijkheid ontlopen en dat ze ook zelfs niet kunnen communiceren met de school, dat je een signaal moet kunnen geven, dat wij als samenleving moeten kunnen zeggen van Nederlands is zo belangrijk en wanneer ouders hun eigen kinderen toekomstkansen ontnemen, dat je dan moet kunnen optreden, dat je dat moet kunnen melden aan lokaal sociaal beleid, bijvoorbeeld. Dat en je eventueel ook moet gesanctioneerd kunnen, moet kunnen worden? Dat ultiem ook bijvoorbeeld moet kunnen gesproken worden over de schooltoeslag. De schooltoeslag is een bonus die men krijgt bovenop de kinderbijslag. Ja, als je je ouderlijke verantwoordelijkheid ontloopt, waarom zou je dan nog een extra belastingbonus moeten krijgen? Dus ik vind dat ouderlijke verantwoordelijkheid in het geding is. Tervoren hadden we op dat vlak enige overeenstemming. Alleen stel ik vandaag vast in het vooruitprogramma, is dat volledig verdwenen. Jullie hebben een uitvoerig programma in zaken onderwijs. Dat is volledig weg. Waar is dat naartoe? Meneer Rousseau, we hebben inderdaad een volledig plan. En we zouden graag, als we de minister van Onderwijs hebben, beginnen aan dat plan en niet na 4 jaar andere mensen moeten inroepen om een plan te vormen. U verwijst natuurlijk naar de commissie der wijze. Ik vind het ook wel typerend. Het gaat over de verantwoordelijkheid van u en het onderwijsbeleid. Ook? En u wijst direct naar andere mensen. Oké. Okay. Ja, tuurlijk vind ik dat ouders Nederlands moeten kunnen spreken. Ik vind dat superbelangrijk, taalverbind. Ik vind wel belangrijk, er zijn regeltjes genoeg in het onderwijs, er zijn regeltjes genoeg in dit Vlaanderen. Mm-hmm. Elke regel die je oplegt, moet je ook kunnen controleren en handhaven. Maar ja. Ik wel vind, is dat contact met de school en de ouder, dat moet in het Nederlands gebeuren. Kan dat niet, dan moet je investeren in extra taallessen voor die ouders. Oké, okay, maar met welk geld gaat u dat allemaal doen? Want u hebt al een paar dingen opgesomd waar u extra geld voor nodig hebt, hè? U weet hoe de begrotingen ervoor staan? Ja, absoluut. Eerst en vooral wil ik wel zeggen, we zijn een kenniseconomie. We hebben geen gas in onze grond, we hebben geen olie in onze grond, we hebben geen diamanten. Onze welvaart hangt af van het niveau van ons onderwijs. Het niveau daalt, dus dat kost ons geld. Dus niets doen aan het onderwijs, dat kost pas geld. Ja, voor mijn generatie en de volgende generatie. Nu, hoe gaan we dat doen? We willen ook hervormen. We willen hervormen, we willen die grote versnippering in het middelbaar onderwijs, de kleine klasjes waar je nog met 4 Grieks-Latijn volgt, waar je op andere plaatsen met 30 zit in een BSO-school bijvoorbeeld. Vorige week nog mensen mij overkomen aanspreken, zijn als onhoudbaar voor leerkrachten. Daar willen we toch wel wat in hervormen. Betere, efficiëntere samenwerking. Dat moet u als muziek in de oren klinken. Efficiëntere overheid. Wij staan daarvoor. En dus willen we dat we op die manier ook geld vrijmaken om te investeren in kleinere kleuterklasjes, meer investeren in dat lager onderwijs. En ook daar bijvoorbeeld dus voor in extra Nederlands, absoluut. Meneer Wijs, hebt u er oren eerst naar? Nog zeggen, wat de klemtoon betreft op het Nederlands, ik vind dat we die boodschap moeten uitdragen. En meneer Rousseau, dan vind ik dat dit echt geen goed signaal is. Wanneer dat u wel dat stemmen rondstort in het Turks, in het Arabisch, in het Frans, dat je dan een verkeerd signaal geeft naar de hele samenleving. Kiezers moeten zich ook aanpassen aan het Nederlands, aan ons en niet omgekeerd. Maar wat betreft de rekening die u maakt, ik heb gezien dat jullie daarvoor 513 miljoen euro inschrijven als inkomsten, als besparing op het onderwijs. Maar dat betekent eigenlijk dat de kost die daardoor wordt veroorzaakt, dat zijn loonkosten van leerkrachten. En als je dat omrekent, ongeveer 62.000 euro per leerkracht, wil dat zeggen dat we 8.000 leerkrachten laten gaan. Want zo kan je besparen en zo haal je een meer opbrengst. Maar daarboven betekent dat ook, als je zegt, jullie leggen de norm op 10. Nu, 10 leerlingen per klas. Ja, dus elke opleiding, elke richting moet minstens 10 leerlingen hebben. Dan wil dat zeggen dat je in september en voor september eigenlijk gaan moeten zeggen aan duizenden leerkrachten, we hebben nu niet meer nodig. Twee, aan duizenden leerlingen dat ze ofwel van richting moeten veranderen, want er zit er maar 10 in, ofwel dat ze eigenlijk naar een andere school moeten. Dat is totale chaos. Dus ik zou echt daar eens goed over nadenken, want dat plan houdt geen steek. Ik laat u kort reageren. Ik wijs u op dat u allebei nog 6 minuten hebt op dit punt. Ja.
ik raad u vooral aan om mij mijn plan te laten uitleggen, want niets van wat u erover verteld heeft klopt net. En het is wel gemakkelijk om weer iemand die met een nieuwe idee wilt komen om ons onderwijs in handen te pakken, om daar dan rare dingen over te vertellen. Maar de rekening moet kloppen. Wij vinden, de rekening moet zeker kloppen, maar vandaag klopt ze niet. Steeds meer leerlingen zitten in de studie te wachten op een leerkracht. Steeds meer leerkrachten, jonge leerkrachten, vallen massaal uit omdat de werkdruk te hoog is. Dus ja, wij willen met een ander beleid komen. We hebben daar een plan voor om het te hervormen, om te zorgen dat de werkdruk omlaag gaat voor leerkrachten en dat het niveau omhoog gaat. Ja, maar we gaan het over die leerkrachten hebben, heren. We gaan het over die leerkrachten hebben. Want het meest zichtbare pijnpunt in ons onderwijs is allicht het lerarentekort. Nochtans waren er nooit eerder zoveel leerkrachten. Maar tegelijk waren er ook nooit eerder zoveel leerkrachten tekort. Begrijpen wie kan. Met als gevolg lessen die niet gegeven worden ten koste van de leerlingen en dus ook van de kwaliteit. Stef Meerbergen en Jasper Verschelde. Voor mij zijn we op een hoogtepunt gekomen van wat het lerarentekort inhoudt. En dat betekent niet per se een structureel lerarentekort, maar wel, we krijgen niemand meer vervangen. Hey. Maart, Maxime. Hey. Goedemorgen. Het begint echt wel te wegen. Ik ben nu 8 jaar directeur in deze school. En voor de eerste keer denk ik dat ik af en toe s'avonds mezelf bedenk, maar hoe krijg ik dit nog geregeld? Aan het woord de intussen zeer bezorgde directeur van ZAVO in Zaventem. We gaan even kijken, hè, hoeveel dat er vandaag zijn. Eens kijken in de refters waar leerlingen zitten die geen les hebben, door onder meer een tekort aan leerkrachten. Oké. Vandaag valt het nog wel mee. Het valt nog mee, maar toch, de studiezalen zitten op deze dinsdag de hele dag goed gevuld. Welke les missen jullie? Nederlands. Sinds december, we hebben daar geen examen meer van gehad. Dus dat is al 4 maanden dat jullie geen Nederlands hebben? Ook als we nu op onze rapport kijken, we hebben geen evaluatie of zo. Sommigen hebben maandenlang geen les van een bepaald vak, omdat er geen leraar is. Bij CSM Logistiek hebben we nu denk ik al een maand geen les gehad. Dat is niet leuk. We gaan veel leerstof missen, waardoor we misschien gaan bijzen voor die vak. Als je kinderen hebt, wil je dat die naar school gaan en willen dat die les krijgen of opgevoed worden. Maar niet dat die hier zitten te wachten op wat. Dat gaat echt een impact hebben op hun toekomst. Waar moeten jullie zijn? Zonder iemand voor de klas gaat de kwaliteit niet beter worden. Dat lijkt me evident. ZAVO telt 2000 leerlingen. Er werken 300 leerkrachten. Hier zijn continu een 8-tal open vacatures en dat betekent improviseren. Meneer Van Meulenbroek, mag ik u een vraag stellen? Heren, ik kan alleen maar een vraag stellen als ik meneer Van Meulenbroek versta. Dus je moet even geduld hebben. Ik heb begrepen dat u 2 klassen tegelijk les gaat. De helft van die jongens en die meisjes zitten in de studie. Ik haal die eruit. En we gaan samen een spelletje spelen. Mark is, sorry dat ik het heb gezegd, maar een klein beetje meer respect dat ik toch wel verwacht van u. Kan dat? Leraars die dubbele klassen nemen, het is geen uitzondering. En ik doe nog 1 poging, hè? Ja. Je voelt hè, dat zijn geen evidente zaken. Doet dat 3-4 keer per dag en dan is het een lastige dag. Hè. Maar chapeau dat men dat wil proberen, maar dat is niet duurzaam. Goedemiddag, mannen. Jullie hadden vandaag studie. Niet duurzaam, dat weet ook Leo. Hij geeft hier lastechnieken en hij neemt structureel 40% uren te veel op. Dat wreekt zich. Ik ben toch van 's morgens tot 's avonds laat bezig. Dat zuigt eigenlijk heel uw energie leeg op een hele dag. Maar weet je, jij als leerkracht, je probeert toch nog je best te doen. Maar op een gegeven moment kan je lichaam dat gewoon niet meer aan. En dan moet je gewoon even zeggen, stop, nu stop ik. De personeelsdienst. 3 medewerkers hier zoeken voltijds leraars, want kandidaten komen niet meer vanzelf. Ze moeten gezocht worden. Het is een beetje een omgekeerde wereld geworden. In de zin van dat we veel meer zelf headhunten en op zoek gaan naar hopelijk de juiste mensen die bij ons aan de slag willen. Als ik het mijn boutade mag zeggen, wij werven ongeveer 100-tal mensen aan op een schooljaar. En laat ons zeggen dat de mensen die een leraardiploma bezitten of een geschoolde leraar zijn, mijn 2 handen kan ik niet bijna tellen. Maar een vacature voor IT-leerkracht staat hier al sinds september open. En dat is niet alles. Als u nu een vacature heeft voor een leraar wiskunde, wie komt daarop af? Niemand. Gewoon niemand? Gewoon niemand. Geen mensen die nog... Die nog contact opnemen, dat bestaat wel degelijk. Maar niet alleen voor wiskunde, ook voor godsdienst bestaat dat. Voor informatica, alles wat mechanica te maken heeft, ingenieurs. Gelukkig is er toch af en toe wat instroom.
Paul, 67 jaar, werkt hier sinds januari. Paul is een zij-instromer. Hij komt dus uit een andere sector. Hij was CEO van een consultancybedrijf in de bouw. Het is wat mij betreft, mijn perceptie op dit moment en mijn ervaring op dit moment heel zwaar. Omdat de leerstof is sowieso, moet je induiken. Maar het is vooral het klasmanagement die een bijzonder grote uitdaging wordt. De haantjes, de voorste, moet je toch onder controle houden. Hallo, zet u een keer in, kom ik voor. Ja. Paul zou met pensioen kunnen gaan, maar hij wou echt graag lesgeven. Toch vindt hij dat het beroep aantrekkelijker mag worden. Wat ik wel zie bij jonge collega's, dat die echt moeten beginnen aan een zeer laag loon. En dat de inspanning en de druk die ze kunnen hebben vanuit een klas, als je 7 uur lesgeeft, ben je op het einde van de dag wel een beetje uitgewrongen, om het eerlijk toe te geven. Oké, Belken is gegaan. Bedankt voor uw aandacht en tot volgende week. Ondanks Paul blijft het hier intussen improviseren. Het is eind mei wanneer we nog eens een refter binnenstappen met leerlingen die geen les hebben. De zaal zit stampvol op 2 niveaus. Het lerarentekort wordt hier helemaal duidelijk bij een tweede secundair. Het probleem is waarom we dat in de studie zitten, is omdat we al van het begin van het jaar geen Nederlands hebben gekregen. Denk maar 5, 7 lessen van Nederlands gekregen. Ja, en het is nu einde mei. Het schooljaar is bijna gedaan en jullie hebben eigenlijk geen Nederlands gehad. Ja, helemaal geen Nederlands. Dus we gaan een beetje achterop staan volgend jaar. Deze klas zit bijna een volledig schooljaar in de studie voor het vak Nederlands. En dat heeft gevolgen. Zeg, en hebben jullie dan examens? Krijgen jullie punten? Nee, maar ze hebben nu de Nederlands gewoon afgeschaft. Dus we krijgen geen punten bij Nederlands op het rapport. Ja, dus een volledig jaar leerachterstand Nederlands hebben jullie? Ja, maar ja, bijna een hele volledig jaar. En toch, zegt de directeur, doen we alles wat we kunnen. Actief kandidaten zoeken, sociale media afschuimen. Maar dit tekort haalt de onderwijskwaliteit duidelijk naar beneden. Beetje pijnlijk soms, hè. Dat we echt op iedereen die daar rond zit om toch maar het beste te geven. En toch blijven we ouders zeer legitiem de vraag stellen, maar dit is niet genoeg. En wij begrijpen die vraag ook. En in momenten van frustratie durf ik al eens zeggen, maar ik kan niet toveren. Het spijt me. Ja, u hamerde beide op het belang van het Nederlands. En dan zie je dit, meneer Weitz, een heel jaar, leerjaar, geen les Nederlands gehad, of zo goed als geen. Dat is inderdaad pijnlijk. En gelukkig is de situatie niet overal even erg zoals bij ons in de Vlaamse Rand, want dat is ook wel typisch bij ons. Maar het is ook niet uniek natuurlijk voor het onderwijs. Het is ook niet nieuw. Het is al lang een leraartekort. En twee, er is een krapte op de arbeidsmarkt. Overal, bussen kunnen niet uitrijden bij gebreken aan chauffeurs. Bij ons in het ziekenhuis van Leuven heeft men zelfs een hele vleugel moeten sluiten bij gebreken aan personeel. Oké, maar tegelijk zijn er nog nooit zoveel leerkrachten aan de slag geweest als nu. Hoe rijmt u dat dan? Wat doen die mensen dan? Wel, inderdaad, dat is positief. Het positieve nieuws is wel dat we erin geslaagd zijn om tegen de trend in, terwijl andere sectoren kampen met een daling van het aantal werknemers, is bij ons een stijging, plus 14% op 10 jaar tijd. Dus dat is positief nieuws. Ook de lerarenopleiding slaat opnieuw aan. En 3 hebben we ook ingezet, noden eigenlijk op zij-instroom. Dus mensen die de overstap maken van de privésector naar het onderwijs. Wel, afgelopen jaar hebben 19.000 mensen, gelukkig dat we die maatregelen genomen hebben, hebben 19.000 mensen die overstap gezet. Maar het is nog niet genoeg, dus we moeten nog de zeilen bijzetten. We hebben nu ook de figuur gecreëerd van de gastleraar, vanaf dit jaar. Waarbij dat je gewoon als werknemer in de privé ook enkele uren kan bijverdienen in het onderwijs. Want je moet weten, veel van de vacatures zijn natuurlijk enkele uren Frans, enkele uren wiskunde, enkele uren Nederlands. Op een krappe arbeidsmarkt vind je daarvoor bijna niemand. Wel, dan kan je eigenlijk bijklussen. Flexijob, als het ware. Een soort flexijob, zonder al te veel moeilijkheden. En zo kan je natuurlijk vacatures die beperkt zijn in zaken aantal uren, kan je die invullen. En daarvan kunnen we ook iets leren. Is dat the way to go, een oplossing? Ik hoor het allemaal graag, hè, maar ik heb die school bezocht toevallig onlangs. Mm-hmm. En daar hoor je wel dat het probleem daar steeds groter wordt. Dus op het veld merken ze niet altijd de Good News Show die je probeert te brengen. En het zal niet alleen maar u liggen. Ja, men merkt dat toch wel niet. Ik denk dat we vooral moeten beginnen met veel leerkrachten terug meer vertrouwen te geven en heel wat papierwerk af te schaffen. Ik denk dat daar nog te weinig rond gebeurt. Dus ik heb onlangs op een lerarenopleiding op bezoek geweest en eens gekeken hoe die lesvoorbereiding in elkaar te... Dat is crazy, dat werkt demotiverend. Plan, dat hoor je vaker, maar
Maar waar zit dat dan? Wie legt dat op? Heel veel dingen in die leerplannen zijn te gedetailleerd en gaan uit van wantrouwen. En je moet uitgaan van vertrouwen, laat een leerkracht lesgeven en kijk dan nadien. Dat is wel goed gebeurd, vinden we, die centrale toetsen. We willen die uitbreiden nog, om te kijken, wordt dat niveau gegeven? Kunnen ze wat ze moeten kunnen? Maar begint met meer vertrouwen te geven, dat ontbreekt nog vooral. Verder moet je die lerarenopleiding ook versterken. Wij zijn voor meer ervaring opdoen. Je merkt dat heel veel jonge leerkrachten en nieuwe leerkrachten uitvallen. Ja. Heel veel uitval. En zorg ook dat die meer jonge leerkrachten meer vrije uren hebben, zodat ze die voorbereidingen beter gewoon worden, dat er minder uitval is. Dus minder werkdruk voor die leerkracht. Mm-hmm. En vooral meer kunnen voorbereiden en vooral kunnen bezig zijn met lesgeven en minder met alles wat dat is wat je inderdaad van heel veel leerkrachten hoort. Wij willen gewoon ons werk doen. Absoluut. Laat ons lesgeven. Absoluut. Maar je moet ook weten, wanneer je het hebt over de leerplannen, wij ontwikkelen van de overheidswege geen leerplannen. Dus men gebruikt daar vooral de leerplannen van de onderwijskoepels, onderwijsverstrekkers voor. Dus u zegt, kan ik niks aan doen? Ik vind dat... Nee, de scholen zijn daar vrij in, maar zij kijken altijd naar de koepels in plaats van ook zelf aan de slag te gaan. En er zijn nu enkele scholen die zelf aan de slag gegaan zijn, die hun eigen leerplan hebben uitgewerkt op eigen maat, op eigen leerlingenpopulatie. En dat wil ik absoluut stimuleren. En het niveau wordt dan gecontroleerd via die toetsen, waarvan er nu twee zijn afgenomen, de afgelopen maanden, het vierde leerjaar. Jaar tweede middelbaar. Ja. Wanneer weten we wat het resultaat daarvan is en wat zal daar dan mee gebeuren? Medio juni krijgen de scholen die resultaten. Dat is nu enkel ten aanzien van Nederlands en wiskunde. Maar goed, dat zijn de meest essentiële vakken. Dat zijn ook goede parameters om de onderwijskwaliteit te meten. En ik vind dat we op grond daarvan ook aan de slag kunnen. Bij die scholen waarbij dat je problemen vaststelt, dat de onderwijskwaliteit ondermaats is, voor welke reden dan ook, dat we met onderwijsinspectie ter plaatse kunnen gaan en kunnen begeleiden. En ik vind eigenlijk dat we ook op grond van die onderwijskwaliteitmeting van die Vlaamse toetsen ook verder kunnen gaan en de scholen meer vrijheid geven, meer autonomie kunnen geven. Namelijk, vandaag zijn heel veel middelenstromen zijn die zogenaamd gekleurd. Die 16 miljard die naar ons onderwijs gaat, dat is dikwijls een vooraf bepaalde bestemming aangegeven. Die scholen moeten respecteren. Wel, als we nu gewoon verder kunnen gaan, een outputcontrole. Als scholen blijken goed te presteren op niveau, ja, laat hen dan meer vrijheid geven, nog meer vrijheid. En die scholen die ondermaats presteren, daar treden we wel op. Ja, dus vrijheid is eigenlijk het overwoord, begrijp ik, hè? Meneer, we zitten daar in dezelfde richting, alleen willen we het anders doen. Uw programma zegt, we gaan eerst controleren, dan geven vertrouwen. Wij zeggen in dezelfde richting, we geven eerst meer vertrouwen aan die scholen, we ontkleuren al die middelen en dan kijken we, ja, als er daar fouten in het systeem zitten, dan moeten die middelen wel in een bepaalde richting sturen. Maar alleszins, ik hoop dat we het eens zijn over een volgend beleid, dat daar meer vertrouwen moet gegeven worden aan directies, aan leerkrachten, want zij weten nog altijd het best hoe je op die school met bepaalde problemen omgaat. Okay, op voorwaarde dat de onderwijskwaliteit oké is. Ja, maar die gaat achteruit. Dus ik denk dat nu wat er nu gebeurd is, niet geholpen heeft. Laat ons vertrouwen geven en dan kijken hoe kunnen we bijsturen. Maar dan moeten er dus wel die leerkrachten zijn. En bijvoorbeeld in het buitengewoon onderwijs is dat ook nog altijd een heel pijnlijk punt. Mm-hmm. Maar ook in Antwerpen bijvoorbeeld, waar er toch een Antwerpse schepen voor onderwijs is, raakt dat niet opgelost. Hè? Welke oplossing ziet u daar? Daarvoor als het al niet lukt op stadsniveau? Wel, in buitengewoon onderwijs zal er alleszins gewoon ook meer geïnvesteerd moeten worden. Daar zijn inspanningen gebeurd, maar het blijft een beetje de vergeten sector altijd binnen het onderwijs. Die mensen, ja, toch wel, die mensen werken zich heel hard dubbel. En ik denk dat dat ook wel die arbeidsvoorwaarden, de omstandigheden, maar misschien ook wel die lonen omhoog zullen moeten gaan als je wilt dat mensen dat willen volhouden. Weer iets wat geld kost. Qua motivatie bij de leerkrachten, dat is het probleem niet. Het is natuurlijk wel de plaatsen die moeten gecreëerd worden. Daarvoor zijn we opnieuw afhankelijk van de onderwijsverstrekkers, want wij zelf creëren geen plaatsen. Wat we wel hebben gedaan de afgelopen periode, is alle obstakels, alle drempels hebben weggewerkt. En zo is het, we hebben ten eerste dat vermalendijde M-decreet op de schop genomen. Dat was eigenlijk dramatisch voor ons onderwijs, want wat eigenlijk moest mogelijk maken dat kinderen met speciale noden ook in het gewone onderwijs daardoor is de capaciteit in het buitengewoon onderwijs gecrashed. Want die moesten allemaal quasi verplicht in dat gewoon onderwijs. Maar je kan niet elk kind met elke beperking in elke klas in het gewoon onderwijs opvangen. Dat is zo'n radicale invulling van inclusie. Dus dat is omgekeerd. In realiteit is dat niet behapbaar voor de leerkrachten en ook niet voor de andere kinderen in de klas. En dus zijn we deze regeerperiode hebben het M-decreet afgeschaft en zijn we vervolgens voluit beginnen investeren in extra capaciteit voor het buitengewoon onderwijs. We zijn gestegen van 47.000 naar nu meer dan 55.000. Dus 8.000 plaatsen erbij op enkele jaren tijd. Maar nog altijd veel te weinig. Nee, dat is zeker iets om vast te stellen. Ik wil nog even naar de rol van de school maatschappelijk gezien. Want het valt op, geen van u beiden heeft al mentaal welzijn aangekaart. Terwijl dat in verschillende
contexten al naar voren is gekomen dat dat jongeren heel erg veel parten speelt. Recent nog in Eerste Keus konden we dat vaststellen. Heeft de school daar een rol in te spelen en zo ja, welke? Absoluut. Hè. Ik denk jongeren die zich goed in hun vel voelen, die gezonder zijn, die presteren beter. Ja. Dat is gewoon logisch. En je merkt dat de druk op school wel hoog zit. Je merkt dat die gsm's daar niet altijd een goede rol spelen. Afschaffen, zegt u? Ja, geen sociale media onder de 16, duidelijk. En ik denk ook op scholen zo weinig mogelijk om de focus te houden op wat er moet gebeuren. Ik denk dat er meer sport moet zijn ook op school, meer beweging. En zorgen dat leerlingen zich goed voelen. Er zijn veel scholen die ermee experimenteren. Wat Frank van den Broeke bijvoorbeeld gedaan heeft, is gezorgd dat er ook meer psychologen naar die scholen gaan om te kijken hoe sneller je kan ingrijpen, hoe sneller je op de problemen zit, hoe beter je kan helpen voor mentaal welzijn. Vooruit heeft ook in de federale regering massaal geïnvesteerd in mentaal welzijn. En ik hoop dat we van de kiezer de kans krijgen om te blijven investeren in mentaal welzijn. Mm-hmm. Want er is niemand die dat zo belangrijk vindt als ik. Even heel concreet beginnen. Smartphone, weg uit de school, geen sociale media. Daar kom ik onmiddellijk toe. Wil eerst misschien zeggen, ja, mentaal welzijn is ook niet de vijand van goed presteren, van kennisverwerving. Het ene versterkt het andere. En dat is vroeger in de interpretatie, ook in die pretpedagogie, wel een beetje anders geweest. Mm-hmm. En we zetten dus ook in op dat welbevinden. Trouwens, de scholen worden op dat vlak ook geïnspecteerd. Bij elke doorlichting door de onderwijsinspectie is ook leerlingenbegeleiding is essentieel. Dus het is niet alleen drillen en kennisverwerving. Nee, dat is ook echt de verantwoordelijkheid van de scholen. En we hebben daar ook een vrij ruim beleid rond ontwikkeld. Ook bijvoorbeeld door assistentie door de scholieren zelf, waarbij iets oudere leerlingen, eigenlijk de iets jongere, de drempel is daar lager, gaan bijstaan. Dus we zetten er wel op in. Mm-hmm. Ik geef even mee dat u op anderhalve minuut nog staat. U hebt nog 2,5 minuut. U hebt ook een heel concreet voorstel om als vooruit om gratis schoolmaaltijden algemeen ingang te doen vinden. Dat klinkt goed, maar wat moet dat veranderen aan resultaten op school? Hoe zou dat een impact kunnen hebben op de kwaliteit van het onderwijs? Ik antwoord daar heel graag op. Eén, vooral gezonde maaltijden. Hoe we dat betalen, dat kan met hervorming, dat kan met een bijdrage van de ouders. Ja, dat is een kwart miljard dat u daarvoor... Maar alleszins wil ik dat elk kind in ons land gezond gegeten heeft. Ik zie dat de regering een studie bestelt en die zegt dan 10% van de kinderen heeft nog honger. Wat? Dat is geen probleem, laat maar 10%. Ik vind het belangrijk dat als we spreken over welzijn, als we spreken over resultaten, dat elk kind in een rijke regio als Vlaanderen eten op tafel heeft. Dat is voor mij gewoon superbelangrijk. Ja. En op een lege maag kan je niet studeren. Met koude frieten van 2 dagen geleden in je brooddoos kun je ook niet veel aanvangen op school. En het is gewoon belangrijk, als je kijkt naar verschillende landen, waar we dan allemaal naar kijken, van Estland, waar uw fractie graag op reis gaat, naar waar het parlement, sorry, gaat gaan kijken, Finland, maar ook steden als Londen doen het. Gezonde maaltijden voor alle kinderen. Het heeft supergoede resultaten, beter opletten in de klas, betere prestaties. Het is de heilige graal niet, maar het is wel een belangrijk onderdeel voor een samenleving die zegt dat kinderarmoede geen plaats heeft bij ons op school. En het is een breekpunt voor uw partij. Ik vind het superbelangrijk, ja, absoluut. Ja. Mm-hmm. Want een kleine school, kan me voorstellen, die moet dat dan ook zelf regelen? Nee, je moet kijken lokaal. Kijk, in Antwerpen gebeurt het. Waar wij in Antwerpen samen besturen, gebeurt het. Steeds meer scholen tekenen erop in. Ja. Je moet ook kijken per school praktisch hoe het kan. Maar er zijn zoveel landen die het doen, er zijn zoveel steden die het doen. Waarom zouden wij het niet kunnen? Oké, meneer Weitz, waarom zouden wij het niet kunnen? Wij zijn bezig over onderwijskwaliteit en over de aanpak van het lerarentekort. En de prioriteit die hier wordt gelegd is de boterhammen en de warme maaltijden. Wordt ik vind dat geen gesteld, prioriteit. Maar het is een breekpunt, hè, meneer Roussel? Het is een breekpunt voor u, maar ik vind dat geen breekpunt, geen prioriteit. Eenvoudigweg, want daarop verschillen we natuurlijk dikwijls met socialisten die zeggen, ja, overheid neemt het over, overheid moet de ouders ontlasten. Wel, in deze is de overheid, of zijn de overheid, zijn de leerkrachten en de scholen. Want wie gaat uiteindelijk zorgen voor het opscheppen van de soep van enkele duizenden in het lager onderwijs, in het basisonderwijs? Duizenden. Ja, wie gaat het anders doen? Wie gaat de afwas doen? Wie gaat het toezicht houden? Wie gaat het allemaal doen? Uiteindelijk kom je dan terug bij de leerkrachten. En de kerntaak van leerkrachten is lesgeven. En dat is bij uitstek een sociale taak. Kinderen op de sociale ladder doen klimmen door hen kennis bij te brengen, vaardigheden bij te brengen. Uw laatste minuut is ingegaan. Ik kom terug bij u, dus hier zit toch wel een verschil. Maar ik vraag mij wel af, als u dit zo van elkaar aanhoort, valt er dan samen te werken?
Maar dat zal de kiezer beslissen. Je moet altijd kunnen samenwerken. Mm-hmm. Elke stap die beter is voor het niveau van ons onderwijs, elke stap die beter is om het lerarentekort aan te pakken, maar ook elke stap die beter is om kinderarmoede aan te pakken, ja, die willen wij nemen. Absoluut. Ja, maar ik hoor hier eigenlijk ook, leerkrachten moeten vooral bezig zijn met lesgeven, absoluut, met die kennisoverdracht. Absoluut, maar vraag, al de rest maar vraag, is belastend. Ja, maar u moet ons voorstel niet op flessen trekken. Daarvoor ligt kinderarmoede mij iets te nauw aan het hart. En doet u keer op keer. Ja. Ik heb niet gezegd dat leerkrachten dat moeten doen. Absoluut niet. Dat kan in alle landen, dat kan in alle landen, maar 2000... hier kan het blijkbaar niet. U spreekt over ambitie, hier kan het blijkbaar niet. Maar ik vind het wel belangrijk, ik vind het wel belangrijk dat we ook zorg en oog hebben voor kinderen die niet mee kunnen. En dat is misschien het verschil tussen ons. Natuurlijk, en dat is een kleine minderheid, gelukkig maar. En die moeten ondersteund worden door het lokaal sociaal beleid. Want u maakt de mensen ook basiswijs. De kinderen nuttigen maar 1/3 van de middagmaaltijden op het school. En okay, de 2/3 andere maaltijden dan van die kinderen. Goed. Laten we die dan gewoon in de steek. Ik wil dit toch hier afronden, want u hebt nog een halve minuut, meneer Weitz. En ik wil u toch nog wel even vragen. Bent u eigenlijk beschikbaar om uzelf op te volgen? Ja, ik denk dat elke vakminister die tevreden terugblikt natuurlijk altijd zegt, ik zou graag vruchten plukken van de maatregelen die we genomen hebben. Want dat is natuurlijk wel bij uitstek bij onderwijs typisch. Namelijk de maatregelen die dat je nu treft, daarvan zal je pas resultaat te zien en de vruchten kunnen plukken binnen 5 à 10 jaar. Ja. Ik hoop dat te mogen doen. Zou hij zichzelf mogen opvolgen van u, meneer Rousseau? Liever niet, maar het gaat meer over de persoon. Het gaat over heel het beleid van de Vlaamse regering. Het onderwijsbeleid, de losse flodders, de vele losse eindjes. Vaak met goede bedoelingen, maar losse flodders, losse eindjes. Ja, die staan eigenlijk... Die geven het voorbeeld van heel het Vlaamse beleid. Als je kijkt... Maar vat plaatsen, u dan eens uw visie in één zin, ja, samen. Minder plaatsen in de kinderopvang. Bussen die geschrapt worden. Langere wachtlijsten voor mensen met handicap. Langere wachtlijsten in de jeugdzorg. Premies voor auto's die niemand kan betalen. Wat zijn dat vat het Vlaamse beleid samen. Deze Vlaamse regering is 10 jaar bezig. 10 jaar bezig en heeft voor een gigantisch grote achteruitgang gezorgd. En dat is wel belangrijk dat mensen die kijken weten dat ze op 9 juni voor iets anders kunnen stemmen. Het gaat in Vlaanderen, wat u zelf doet, helaas slechter. Wat u zelf gedaan heeft, gaat achteruit. En daarom is een keuze op vooruit de enige juiste. Meneer Rousseau, bent u dan kandidaat om minister van Onderwijs te worden? Ik ben kandidaat nummer 27 op het Vlaams parlement in Oost-Vlaanderen. Dat is het enige waar ik momenteel kandidaat voor ben. Maar ja, een minister van het kind die echt inzet op kennis, die inzet op mentaal welzijn, die inzet op de echte problemen in het onderwijs, maar ook niemand achterlaat. Ja, daar zijn wij kandidaat voor. Absoluut. Het is tijd voor iets anders. Dat is een heel duidelijke boodschap. Daarmee is uw tijd om. Nog een laatste vraag. En u mag nog in 9 seconden antwoorden voor u. Waarop zouden we u mogen afrekenen? Op welke concrete maatregel? Heel kort. Als u er nog 5 jaar mag bijdoen. Wel, we zijn erin geslaagd om die onderwijstanker te doen keren. Zowel op vlak van de onderwijskwaliteit als in zaken leraartekort. Nu moeten we vooral koers houden. Dat is ook heel duidelijk. En daarmee hebt u nog 2 seconden over. Die zijn nu dat is voor het goede doel. Ja.